still better than me. No, do your intro. Oh shit. Hi guys! Hey, geile bitches van me. Zo, dit is een geile video. Nu is het dus niet PG, weet het? That's very nice. Yeah, demon is that what the fuck? Hey boys. Hey boys. You wanna just race some cars? Fuck for a bit. Wanna park my car? Okay, cool. Let's go. Hello. Go. Good luck. Oh, geen racing light. Oh, no. Oh, no. Ja, dan moet je ook zijn eigen breaking points gaan bepalen, Richard. Je moet aan de hand van de bordjes gaan doen aan de zijkant. Ja. That went well. Oh nee, dat was mijn tactiek sowieso al. Ik wil laatst beginnen. Oh, oké. Okay. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat je gewoon gecrashed was ofzo. Nee. Ja, ik was gewoon gecrashed. Oh, oké. Daan, heb jij toevallig een paars eerste sector? Weet ik niet. Let me... Oh. I'm trying. Nee, want hij was bij mij was hij paars en toen was hij weer weg. Dus. I'm trying to concentrate. And now I fucked up. Oh no! Oh no! Oh, hij gaat gewoon aan een tijdje weg. Je bent 18. Ik? Ja. Shit. Door die ene... die fuck-up? Nee. Oh, hij fuckt hem ook weer op omdat hij weer wat afhakt. Hij snijdt af! Hij is nog steeds eerst. Fucked it. Wat het is bij al die andere bochten... lijkt het alsof je hem wel kan in ietsje over die curb heen kan gaan. Maar als je hier ook maar ietsje over die curb heen gaat, dan vlieg je gewoon omhoog. Pretty fun. I had a little fuck up. God dang it. What did you do? Last of First toch, Dan? Ik dacht, je zag het toch, of niet? Nee, of was je niet aan meekijken? Nee. Manual start? Oh, nee, just had a little skedaddle skedoodle in de grind. But it's... Oh, no. Gewoon Last of First. Let's go. First last lap hero. First, let's go. Torpedo. Nou ja, ik heb geen breaking lines, dus hoogstwaarschijnlijk ben jij mijn eerste slachtoffer. Oh no! Run away! Nou ja, jij start sowieso sneller, want ik weet niet hoe ik moet starten met geen traction control. Ik slip, of ik kom heel traag van mijn start. Ik vind start ook echt een van de moeilijkste dingen. Ik weet niet, ik kom gewoon niet lekker weg. Je hoeft toch gewoon alleen dat knopje zeg maar niet ingedrukt te houden? Ja, met traction control, ja. Oh, oké. Okay. Zet je op je assist uit, No. Slies toch. If you're poor, just get the money. Just buy a house! Oh, hebben we geen... Fuck! No! Shit! I fucked it! Oh, goede start. De rest had een tering goede start. Blijkbaar oh, ben ik de goede start, maar oké. Okay. Oh, nee! Hallo! Hoogste press. What the fuck gebeurt daar? Me. Daan, word je maar Daan, waarom sta je tweede? Wat? Ik had een fuck up, ik ben te vroeg gestart. Ik dacht dat het licht al uit stond, dus ik ben te vroeg gestart. Dus ik sta nu vlak achter Tristan. Ineens was iedereen achter mij weg, ik was zo in de war. Ik ging echt door 5 mensen heen of zo. En toen had ik nog wat mensen ingehaald, maar ik heb nu een drive-thru penalty, it's okay. Ik kreeg een ding van een collision met Perez blijkbaar, maar waarschijnlijk was jij ja, dat jij tikte, Perez tikte, tegen mij nee, jij tikte Perez van de baan af. Ik zag Perez de baan afvliegen. Wacht, van de baan? Maar, ja, ik zag hem echt, weet ik veel, 5 meter voor mij ofzo. Dan was hij bij sideways. Ik moest hem nog zeg maar vermijden. Oh ja, shit, op de drive. Oké, ik voelde zelf niks. Maar we'll watch the replays on that. Ja. Ah ja, bij mij ga je niks zien. Oh ja, shit. Green fuel. Want ik ben helemaal achter. Oh nee! Oh, dan ben ik ook weer helemaal achteraan! Nee! Fuck! Dit is een fucking hard van penalty! Fuck! Ik dacht, oh, misschien kom ik nog wel ergens een beetje in de midden uit ofzo, maar nee. Ik sta echt dead achter. Oh nee, ik sta nog voor achter ze. Fucking heerlijk. Wat oh, Perez staat ook 17e door jou! Kijk, Tristan! Hij staat voor mij! Ik wil we gaan zien of dit een racing incident is of niet. Sowieso wel. Of hij knalde tegen jou aan, dat kan ook. Nee, maar even heel eerlijk. Volgens mij pakte ik niet een hele rare lijn, dus ik ben wel benieuwd.
Ja, ik weet niet. Ik zag hem alleen maar, zeg maar, sideways gaan. Dus. Ik weet, zeg maar, dat ik de harbinger ben van Destruction, maar... I don't think it was me this time. Breaking lines is wel moeilijk te bepalen. Ja man, snap ik. Dit is ook een van de dingen die ik gewoon niet uit ga zetten. Wat denk je met wel? Second question is, do you want to go? And most likely it's no. Nee. I just want to have fun. Girls just don't want to have fun. Oké. Dan staat weer achteraan, hij is weer verder. Ik sta niet achteraan, ik sta 18e. Stop talking smack. Heb je er iemand ingehaald ofzo? Of, ik kwam als 18 eruit. Oh echt? Nee, is niet Magnus staat nog al. Oh, nee, laat maar, Magnus is disqualified, zie ik. wat ja, denk ik wel laatste. Hey, ik ben Perez aan het inhalen. Ik kom zo achteraan, Perez, jongen. Als je zo meteen het begin ziet, Perez had een insanely goede start. Ja, hoe gaan we het begin zien? Ik kan het dan niet terugkijken. Nou, je hebt, zeg maar, ook gewoon de race highlights van de race director. Daar zit vaak de start wel in. Ah, nee, het was echt... Perez kwam heel goed weg. Ik keek achter mij, ik was echt vol met fear. Zo van... That's ja, what ik kwam vlak bij jou en toen was je opeens sideways. That's what I killed him. That's what I killed him. Oh, ik zit er vlak achter Perez, ik ga hem eens bijna inhalen. Vaste slap! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Yo, hey! Yo, fucking! Oh! Yo, straks haalt hij mij in. Ja, straks haalt hij mij in. Bro, ik ga je inhalen, jongen. Fucking vast maar af. Ik vind het echt sick om te zien hoe Daan gewoon beter aan het worden is. Het is echt glorious, deze learning process. Glorious purpose. Glorious purpose indeed. Little orange man. Hij komt echt dichterbij hier. Oh, Richard. Is hij een racing god? Yes. Oh shit. No, I fucked it. Let's go. Ik vind het echt zo'n lekker vloeiende track, trouwens. Heerlijk dude. Oh, ik... I'm sorry. Ik ben zo erg... Oh, nou, man. Ik ben zo geconcentreerd dat ik met mijn hoofd aan het meedraaien ben. Nee, maar dat is gewoon goed, dat hoort dat iedereen. Oké, okay, check. Hallo! Hoort erbij. Kom hier, little papaya man. Oh shit, why is he going so fast? What's going on here? What is going on here? Ik ben een klein beetje de breaking point weer aan het doen. Ja, merk het. Ik ben een beetje van aan het weglopen. Richard denkt, oh nee, Daan. Gotta push. Push now, push now. Push now. All I want is DRS, man. That's all I want. All I want for Christmas is you. Never do that again, Dan. I don't want to hear this song. It's not the time. Ik krijg dus een retail. Oh, ik heb eigenlijk Xenos gelegd. Xenos is echt de highlight van... Retail music. Fuck nee, please don't. Have you ever heard the song Sweeper the Psycho by... Ik weet niet wie. Why, yes I have, like 12 million times. Yes, me too. All in the Xenos. Hoe lang heb je ook weer bij het Xenos gewerkt? Ik vond 2 maanden of zo. Niet heel lang op zich. Fuck.
Richard ook van me weg. Godverdomme, Richard! Good pace. You're catching the car in front by a second per lap. I'm not gonna lie, it's a bit lonely here. And never mind, I fixed it. Massive accident! Oh, I massively fucked this. Yellow flag. Check. Staan nog wel eerst in alles. P7. Okay, I did a big ol' spin. What, bro? It's indeed, it's not. Our tire jumpers zijn alweer terug, dat is mooi. Hoi, hoi! Hoi! Hoi, hoi, ik word gesandwiched! I'm in a lovely man sandwich. Volgens mij zie ik een McLaren tussen al die andere auto's. Hi. Is het... Ben jij dat of ben je? Is dat niet zo? En double overtake, bye bitch. I think I'm dead. Of was het te staren nu, Richard? Ik kan even niet kijken. Oké, is goed. 13. Maar, I just threw away the wind there. So, oh ja, dan ben jij dat. I just threw that away. I was pushing for a fastest lap. We're approaching the pit window. You'll be on the hards. There's still a chance though. What is echt een fucking clusterfuck van auto's hier, please. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Round the outside! He's got one! Yo, hey! Ho, fucking ho! Ga je elke keer doen als ik iemand ga inhalen. Oh no. What the fuck, Stroll? Godverdomme! Jesus Christ, what was that? Demonic screeching. Godverdomme. Fucking Lord Stroll, man. Oh, no, fuck me. No. Ah! Ah! Oh, ik ben pissed. Alright. I'm pitting. Oh nee, ik ben echt fucking zonde. You're in the top 10 now. Keep it up. Let's get it, ging boys. Je naar nog een race doen, toch? Of niet? Ja. Oké, het eerste wat ik ga doen is de kansscroll gewoon fucking vermoorden. Sick. Ik heb al één iemand ingehaald in de pits. Ik heb Raikkonen in de pit gedood. Om mezelf af te remmen. A
Het helpt, het hielp wel. Godverdomme, dan moet ik ook nog op een stroll wachten voor een fucking pitstop natuurlijk. Godsamme. Oké, snel pitstop, snel pitstop, go, 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 go. 2.6. Oké, alright. Fuck! Russell P5, wat doe jij daar, gek? I don't belong here. Ik op stroom kwam. Wees even op mijn bitch. En aan mijn relax. Thank you. Gasly, get the fuck out of my way. Oh nee! Bye, son. Eyes on the prize, eyes on the prize, eyes on the prize. Get him, boy! Sick him, boy! Sick him, boy! Dat is een Rigo 6 kaart in my turn, maar oké. Okay. Jesus. Bye, Albon. No, my teammate. Gap to teammate ahead is. Zijn auto's equal performance trouwens, of is het. Oh nee! Volgens mij is het wel equal performance. That would explain why Russell is over here. He isn't supposed to be here. Excess fuel, we'll be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down. All right, one left. Oh shit, mijn engine is aan het overheaten volgens mij. Wat? Well, it's doing it. I'm sorry. Russell, you bitch, he's back. He's back. Oh, he's back. He's back for vengeance. I'm back in P1, boys. Laps of fuel remaining. Back where you belong. Thanks, bro. Time for tire conservation. Okay, clear. Incident has been cleared, what incident? Iemand eruit. Oh, ik zie Giovinazzi heel langzaam rijden. Misschien dat hij problems heeft of zo. Richard, weet jij dat zo? Als je op rich fuel gaat rijden, gaat je motor met warmer lopen? Ja, zeker. Ik dacht dat dat is het moment over heaten was waarschijnlijk. Ja, ik heb gewoon echt de hele tijd in Ridgepick zitten. Nee, ik heb hem even gehad voor de pushlabs net. Zodat ik weer terug in P1 kon komen. Nu ga ik weer in. Een van de Alfa Romeo's ligt eruit. Ah, Giovinazzi. Het is ook een heel slecht idee om Ridgepick te gebruiken achter auto's. Ja, dan ga je. Very big sleep. Niet langs ook kan komen. Waar zie jij nu, Richard? Oh, kut. 5. Nice. Check. En jij, Daan? 16.
4, nice. Kijk je shit. Whatever you say, Jeff. Met de racing line en shit. Nice. Merk het, ja, je zit in P2. Don't you come for me, bitch. Don't do it. I don't want it. Jouw snelste lap nu, Richard? 1.76. Yes. Nee, maar ik heb net een 1.73 gereden. Check. Is het de laatste lap? Ja, mijn laatste lap, ja. Oh, sorry. Ik heb het niet voor elkaar gekregen, maar je hebt van 3 seconden voorsprong naar 7. Holy fucking shit. In 1 lap. Ik heb wel ERS te pompen, moet ik zeggen, maar 3 seconden is nog steeds heel erg veel. I have found a magical back door. A shortcut, if you will. Check your flag. What was Venus? Oh, dat was een lekker race. Fuck. Oké, we moeten even die start terugkijken. Dat wil ik wel zien. Hey, Mr. P2 man. Wat doe jij op plaats 15? Wat? P? Wow. I got hit. Ik ging op zich best wel. Nou, het was ook. Ja, lekker, P2, man. Ik ging ook. Ik stond op P2 omdat ik de start had gejumpt, hè. Per ongeluk, moet ik zeggen. En toen had ik die drive-through, toen stond ik achteraan. Oh. Toen ging ik op een gegeven moment weer heel erg lekker. Ja. Toen stond ik echt. Toen had ik echt 5 auto's ingehaald of zo. Tegelijkertijd is hij toen allemaal bij elkaar. Ja. Super veel mensen ingehaald. En toen werd ik neergetikt door Stroll. En toen werd ik. Ja, toen stond ik weer helemaal achteraan.
Ach. Straks P15. Dus ik kan nog, volgens mij is het gewoon een Ocon of zo ingehaald. Nou, dat was het. Maar dan moet ik doen another one. Is er geen race director ding? Geen, Ik kan niet terugkijken, nee. Dat is sad. Ik kan op sad, de nee. menu. Well, let's just say, it was a racing incident. I didn't do jack shit. Ja, anders had je ook wel een penalty gekregen, toch? Welke track gaan we doen? Spa. Spa, oh no. Is een post van I am very smart. Who here has been in a mixed intelligence relationship? Antwoord daarop. I'm about 15-20 points higher than my wife. There are practically no women at my level, so this is the best I could do, considering her other qualities. She's in the 19th percentile for her sex. Communication is sometimes difficult, but with love and patience, we make it work. What the fuck? It's so weird. Dat jouw fucking vriend, dat jij als vriendin zijnde dit leest. Ja, what the fuck? Dat is raar, man. Instant blok. Goodbye. You see? Goodbye, sir. Communication is difficult. I'm just so much smarter. Bro, I'm so much fucking smarter. Hey, hoor, het ging me best goed af zonder. Ja, dat vermoedt me. Nee, je hebt denk ik ook gewoon een beetje. Je hebt